Ik sta hier op een afstand van 10 meter. Dat is de afstand waarop een toerspeler gemiddeld 2,01 slag maakt. Dus standaard 2 put zou je zeggen. Net zo vaak een 1 put als een 3 put, standaard een 2 put. Ik ga een put voor jullie spelen. Ik heb daar mijn target. Green is hier exact stim 10. En nou zie ik die bal er naartoe rollen. En nou zeggen veel spelers van, oh, hij is te kort. Maar mijn reactie is juist, goede put. Ik beredeneer vanuit scorend vermogen. Zodra ik een 2 put maak, ben ik tevreden. Ik sta hier op een afstand van 40, 50 centimeter. Dus het uitholen van die bal, dat is een koud kunstje. Dus wat ik wil voorkomen, is dat je jezelf die druk oplegt dat die bal de kans moet hebben. Natuurlijk is het zo dat een bal die te kort is, die kan niet vallen. Duidelijk. Maar een bal die er een meter doorrolt of een bal die er 40 centimeter voor blijft, daar zit een groot verschil. Dus zodra ik deze 10 meter put ga spelen, ik lijn op naar mijn gekozen doel, ik speel de put op gevoel en dan zie ik wel waar die eindigt. Daar ben ik niet zo tevreden over, want die rolt er dus te ver voorbij. Dat wordt een moeilijkere 2 put. Nog een keer.